welkom bij deze nieuwe video. Zoals jullie kunnen zien zit ik weer in de slaapkamer. Want ik ben weer vandaag bij jullie terug met een nieuwe unboxing. En jullie zien alle drie de boxen hier al staan. Dit zijn drie mystery boxen van Look Fantastic. Ik heb laatst de Beauty Bay mystery boxen unboxed. En ik kreeg een berichtje van een van jullie van dat Look Fantastic ook mystery boxen heeft. En ik dacht, die moet ik gaan testen. Ik hou van mystery boxen. Ik hou van de unboxingen overal. Dus ik dacht, deze moet ik hebben. Als jij nou nog meer mystery boxen weet, let me know beneden in de reacties. Want dan ga ik ze ook unboxen. Want ik ben altijd zo benieuwd wat er allemaal in zit. En ik hou er gewoon van, omdat het een soort van verrassing is voor mezelf. Mystery boxen zijn wel vaak een beetje... Ja, niet zo goed, want in de mystery boxen worden vaak producten gedaan die niet verkopen, rare kleuren, et cetera. Maar ja, ik hoop gewoon dat ze goed gaan zijn. Look Fantastic heeft ze dus drie en ik heb ze gewoon echt alle drie besteld, dus ik ben benieuwd wat erin zit. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn vier video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze unboxing. Ik zie online dat de boxen per stuk €20 zijn, maar er is nu een actie en ik heb ze ook met die actie gehaald. Nou is het koop één box voor €15, twee voor €25 of drie voor €35. Dus dat scheelt je een hoop geld. Ik heb er dus drie voor €35 gehaald. Super leuk. Er was ook nog één andere mystery box. Alleen daarin stond letterlijk online erbij wat erin zit. En ik dacht bij mijn eigen, oké. Jullie slaan zo een beetje de plank mis. Nou is het geen mystery box meer als ik al weet wat erin zit. Maar goed, laten we gewoon beginnen. Ik weet niet welke box 1 is, box 2 is of box 3 is. Dus dat is weer echt niet handig gedaan. Dat probleem had ik ook met de Beauty Bay boxen. Eentje was €5 meer dan de ander, maar er stond niet op welke dat was. Gelukkig kon ik het aan de inhoud wel zien, maar ja, dat gaat dus vandaag niet lukken. Dus dit is niet zo handig. Maar ja, het zijn gewoon mystery boxen, dus whatever. Als je dus niet wilt weten wat erin zit, moet je deze video vooral niet bekijken. Oké, laten we beginnen. Ik begin gewoon random met eentje, deze. Je kunt het gewoon zo makkelijk openmaken. Ik ben zo benieuwd. Ik denk dat er vooral skincare in gaat zitten, maar ik hoop ook wel op wat make-up. Oké, dit is de box. Volgens mij kan ik dan wel zien welke het is, want ze hebben allemaal een andere kleur. Oké, ik hoopte te zien online welke kleur de box is, maar ik zie gewoon bij elke box alle drie staan. Dus ja, whatever. Eentje paars, eentje groen, eentje roze. Nou, dit is dus de roze. Ik weet niet wat dit gaat zijn. Ik ben echt benieuwd. Laten we het gewoon openmaken. Hopelijk is het wel echt iets waar ik wat aan heb. Oké, het heeft iets te maken met de vrouwen en vrouwenpower of zo, denk ik. Je hebt dus dit handige boekje. Dit is wel oprecht een handig boekje. Er staan allemaal handige tips in voor vrouwen en zo. Ook hier zo hoe je borstkanker kunt herkennen, et cetera. Dus ja, dit is wel een handig boekje. Goed, laten we het gewoon gaan openscheuren. Het zijn dus best wel betaalbare boxen, dus verwacht niet te veel. Oké, ik zie al gelijk iets wat ik leuk vind en dat is Starskin. Starskin is een van mijn favoriete skincare merken, jongens. En dit is een maskertje, de Plumping and Hydrating Lip Mask. Dus dit is een maskertje voor je lippen. Jongens, Starskin heeft echt de beste maskers ever. Vooral hun sheet mask, dus zo eentje staan ze echt bekend om. Dus hier ben ik happy mee. Deze ga ik zeker proberen. By the way, dit is wat je ziet. Dit is de inhoud. We gaan verder. We hebben een klein kwastje. Een make-up kwastje van Prime Vegan Candy. Kijk even hoe cute deze kwast is. Echt super cute. Heel leuk. Van Espa hebben we een Brightening Exfoliator. Dus ik denk dat dit gewoon zo een scrub is. Een gezichtsscrub. En ik denk dat dit wel een kleinere versie is. Want normaal zijn dit soort producten groter. Je moet hem 1 tot 2 keer per week gebruiken op een normale huid. En op een vettige huid 1 keer in de week. Oké, dit is dus gewoon een gezichtsscrub. Daar hou ik van. Ik scrub mijn gezicht ongeveer ook 1 à 2 keer per week. Hier hebben we een full size product van Sasha Huan of zoiets. Styling cream, straight or curly. Dit is voor je haar. Oké, dit moet je aanbrengen in vochtig haar. En hierdoor zou je haar dus moeten gaan glanzen. Oké, ook heel leuk. Make-up van Wet n Wild hebben we een lipstick. Wet n Wild is heel betaalbaar. Deze lipsticks van hun zijn echt like €2-3. In de kleur Sandstorm. De verpakking is wel heel cute. Kijk dit. Kijk, met zo van die lippen erop. Echt heel cute. En dit is de kleur. Een beetje een bruinige kleur. Op mijn huidskleur is dit op zich wel een mooie kleur. Dus
I like it. And last but not least hebben we een olie van EHA Emma Hair Dye. Brilliant Facial Oil. Dus dit is gewoon een gezichtsolie. En dat was het dan. Ik moet zeggen, ik ben best wel impressed. I like it. Het doet me ook een beetje denken aan een goodie box. Ik ga helemaal stuk. Die ik ook altijd unbox op mijn kanaal. Dit zijn dan alle producten. Ik moet zeggen, voor 15 euro vind ik het echt best wel oké. En ook heel leuk dat je zo dit er extra bij krijgt. We gaan verder met de volgende box. Ook weer heel benieuwd wat hierin zit. Ik hoop wel andere producten. Stel je voor dat gewoon alle producten van elke box de same zijn. Dat zal wel echt heel dom zijn gedaan. Maar oké, je weet het nooit. Dit is ook echt anders. Kijk, ook een hele andere doos. Het is gewoon geen doos. Het is een make-up bag. Dit vind ik echt heel leuk gedaan. Kijk even dit, hoe leuk. En dit is de Look Fantastic Beauty Box. Kijk, het staat hier ook op. Alleen al om deze beauty bag vind ik hem al leuk. Echt super. Oké, laten we kijken. Ik begin met het eerste product van Grow Gorgeous Intelligent Hair Care. Heb ik de leave-in spray. Dit is een leave-in spray voor in je haar. Geen idee wat het doet. Je moet het ook weer in vochtig haar doen en het gewoon inlaten. En gewoon je haar dan doen als normaal. Maar ik weet niet wat het dan precies doet. Er staat Defense, dus misschien beschermt het je haar voor ja, dingen die het dus beschadigen of zo. Dat is wat ik denk in ieder geval. Hier een groen flesje van Cucumber Soot en Moisturizing Hydrating Glow Face and Body Tan Mist. Oeh, dit is denk ik gewoon zo'n mist die je spreekt en dan wordt je lichaam of je gezicht een beetje bruin. Ja, dat is wel heel leuk en het hydrateert ook. Ik vind het flesje er ook heel mooi uitzien, zo dat groen. Ja, het is gewoon zo'n spray. Ik vind dit soort sprays echt fijn. Ik heb die als je gewoon een beetje wilt bruinen zonder helemaal in te gaan met een mousse of heel bruin te worden, zijn dit soort dingen heel handig. Vooral voor je gezicht, daarvoor gebruik ik het niet voor het lichaam. Als ik het gewoon voordat ik slaap gewoon zo spray over mijn gezicht, in de ochtend word je wakker met een mooi bruin gezicht. Heel makkelijk en snel. Hier hebben we echt een mini iets van Ella Musk of zoiets. Highlighter, liquid highlighter. Deze is wel echt heel klein. Van Elemis. Ik hou van Elemis. Die krijg ik ook altijd in een goodie box. Heb ik de Glow Priming Moisturizer. En deze hebben we letterlijk gehad in volgens mij de laatste goodie box. Ik ga stuk. Echt, Elemis forceert zich gewoon in elke box. Deze heb ik dus al. Dus hier ga ik iemand anders blij mee maken. Maar jullie hebben in die video gezien hoe mooi glanzend dit je gezicht maakt. Echt prachtig onder make-up. Heel mooi. Je krijgt heel mooi zo'n gemoisturized glanzende huid. Dus hier ben ik echt wel blij mee. Maar ja, aangezien ik hem al heb, maak ik hiermee iemand anders blij. En we hebben ook iets voor make-up van Revlon. Hebben we een lipstick in de kleur 225 Rose Wine. Revlon is ook wel een betaalbaar merk. Maar ik heb niet echt meer lipsticks nodig. Dus hiermee ga ik ook iemand anders blij maken. En als laatste ook weer van Starskin. Woe, hebben we een maskertje. 7-in-1 All-in Mask. Mask pad. Het is dus een pad. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Er staat dat het letterlijk een 7-stap skincare routine vervangt. Dat de 7 stappen zitten in één zo'n pad. En het geeft je een hele mooie fresh en glanzende huid in secondes. Deze moet je gebruiken als je geen tijd hebt voor je hele skincare routine. Of je hebt gewoon geen zin of whatever. Of om te preppen, dus voordat je make-up doet. Het is een massage, exfoliator, toner, serum, moisturizer, masker en make-up primer in één. Oh my gosh, ik ben echt in shock. Deze gaat zeker worden gebruikt. Je kunt het ook als nachtmasker gebruiken. Jongens, deze gaat zeker worden gebruikt. Ik ben echt intrigued. Echt een uniek product dit. En dat was het dan. En jongens, ook weer nu. Ik ben in shock. Dit was echt een goede box. Vooral voor die lage prijzen, jongens. I liked it. Echt fantastisch. Jongens, dit gaat echt goed. Meestal vind ik mystery boxen niet zo, maar dit gaat echt goed. Nou, en dan nu de laatste box. Ik hoop dat die net zo leuk gaat zijn als de andere twee boxen. Of misschien zelfs beter. Oké, dit is hoe de laatste box eruit ziet. Heel mooi bordeaux rood. Weer een hele mooie box. De boxen zijn ook echt van goede kwaliteit. Ik vind die kleuren heel mooi. Zo rood, roze met zo paars en zo goud. Heel mooi, heel chic. En dit is dan wat erin zit. Deze lijkt een beetje op deze box. Ook weer hier hebben we zo een leuk boekje. Waar gaat dit over? Dit is gewoon een beauty tips boekje. Met allemaal van die beauty dingen en zo. Oh, what's in the box? Ook een uitleg met alle producten in de box. Oké, zo ziet het er weer uit.
En dan hebben we hier weer wat producten. Oké, laten we kijken. Ik begin eerst met een satijnen sleeping mask. Als je slaapt met een oogmasker 's nachts, gebruik een satijnen. Want satijn is het beste materiaal voor je huid. Ook een satijnen kussensloop, satijn dekbed. Al die dingen zijn fantastisch voor je huid, je haar, etc. Dus deze is handig. Ik slaap hier niet mee, maar ik kan hier wel iemand anders blij mee maken. Natuurlijk ook weer een masker van Starskin. Dit is de Gold Eye Mask. En deze heb ik al gebruikt ooit. En ik vind ze echt fijn. Die zijn voor hier zo onder je ogen. Elemis is er natuurlijk ook weer bij. En we hebben hier een cleanser. Een gezicht cleanser. Ook precies dit product heb ik een keer ontvangen in een hoodiebox. En ik meen me te herinneren dat ik hem wel fijn vind. Ik vind Elemis echt wel een fijn skincare merk. Oeh, we hebben ook echt wat make-up. Van Lottie London hebben we een ombre blush in de kleur Haze. Een hele mooie kleur. Ik weet nog dat Lottie London ooit volgens mij werd verkocht bij Kruidvat, maar nu niet meer. Nog meer make-up van Spotlight Highlighter Pencil. Dit is zo'n highlighter depotloodje, zeg maar. En deze is ideaal om te highlighten zo onder je wenkbrauwen of in je binnenste ooghoek. Een hele makkelijke en snelle manier. En dan gewoon zo uitblenden met je pinky. En het laatste product is volgens mij een mesje voor je wenkbrauwen. Ja, Hollywood Browser. Kijk, heel handig zo'n mesje. Ik gebruik altijd zulke mesjes voor mijn wenkbrauwen. Maar je kunt het ook doen voor je gezicht. Zoals je hier kunt zien voor wenkbrauwen of zo hier zo voor je gezicht. Een beetje hier. Dus hier ben ik ook blij mee. Deze is ook wat groter dan die ik normaal gebruik. Dus meer ideaal voor mijn gezicht ook. Ook voor je snor als je die hebt. I like it. Oké, en dat was het ook weer voor deze box. Ook weer een leuke box, jongens. Oké, Look Fantastic heeft me echt impressed. Kijk even deze bende hier nou. Ik ben echt in shock. Ik vond het echt leuke boxen. Ik raad ze ook zeker aan. Als je de inhoud leuk vindt, dan zou ik ze ook zeker bestellen. Helaas weet je niet welke box je krijgt. Maar ik zou zeggen voor 35 euro. Maar haal ze gewoon alle drie, who cares. Ik vind het echt leuk. Ik vond ook echt mijn geld waard. Voor slechts 35 euro heb ik nou super veel nieuwe producten. En ook een hele make-up bag. I liked it. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie mening. Let me know beneden in de reacties. Vonden jullie de boxen net zo leuk als ik? Of hebben jullie iets van, nou, het had wel iets beter gekund. Ik ben er in ieder geval echt heel enthousiast over. Als je ze wil bestellen, linkje staan beneden in de beschrijving. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!